Ik ben het wel met Sergio eens. Ik sta geregeld bij de jeugd van de FC te kijken. Staan we 2-0 voor, dan roept men langs de kant we moeten het nog zien. Staan we 2-0 achter, dan is het gespeeld, vertelt Masker. Muppetsparend Beltmaan denkt dat het misschien wel inherent is aan voetbalsupporter zijn. Het is een beetje als die twee oude mannetjes bij de Muppettes. Het is ook niet zo dat het alleen in Groningen zo is. Ik hoor dezelfde geluiden bij Vitesse, SC Heerenveen en in Amsterdam, vervolgt Beltman. Verwachtingspatroon, maar wellicht ligt het ook aan het verwachtingspatroon, denkt Masker. Ik denk dat dat misschien wel te hoog is. Spelers willen ook leuk voetbal spelen en winnen. Maar kijk naar het middenveld. Groningen heeft nooit een beter middenveld. Als je vooraf zegt dat je voor de 9e of 10e plaats gaat, waar je qua begroting ook staat, is dat ook goed, denkt baas. Lees ook: dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Aspat na gelijkspel. Ik vind Groningers best negatief, absurd slechte eerste helft, pad man of the match. Korte opleving. FC Groningen pakt na goede tweede helft punt tegen Aas.